formatie vliegen. Met zoveel vliegtuigen is natuurlijk niet mis. Dat vereist veel training, veel vliegen met elkaar. De leider die voorop vliegt, wat ik al zeg, die geeft de leiding, die geeft de call signs door te zeggen van go en break en kom in en alles wat er nog meer bij komt, meer of minder gas geven. En die geeft de commando's, maar het formatievliegen aan zich is zo verschrikkelijk moeilijk om met die toestellen op gelijke hoogte te blijven. Maar dat vindt de Romeo formatie elk jaar weer op ons plekje hier. Voor Volkel in de Wolken voor de 25e maal dat deze show gehouden wordt, zijn ze een graag geziene gast. En ik hoor net dat ze de call krijgen om te beginnen met hun show. En naast mij van het Victor Romeo team staat Victor Roest. En Victor Roest die gaat hier allemaal mooie dingen over het formatievliegen vertellen. Want die is er helemaal mee opgegroeid. En dan komen ze aan. Dames en heren, een hele goede middag. Ik heb één kleine correctie. Mijn naam is Hugo Roest. En ik ben een van de displayvliegers die normaal meedoet met de Victor Romeo Formation. En nu heeft u net voor u een crossbreak zien maken. En u ziet aan de linkerkant ziet u drie vliegtuigen verdwijnen. En recht voor u is er eentje die probeert de linker drie in te halen. En rechts ziet u een formatie van twee. Langs ziet u weer de eerste formatie van drie voorbij komen. Zij zitten in line stern. Het idee en de bedoeling is, zeg maar, dat er nu het vliegtuig in het midden bij de drie op links terechtkomen. En dat er dan gaandeweg steeds eentje van de formatie van twee overspringt naar de andere. Ze zijn nog aan het opformeren, dus we moeten nog heel even op wachten. U ziet nu het vierde vliegtuig zich aansluiten bij de eerste formatie. Papa, ik heb niet komen. En nu gaan ze over in een formatie die heet carré. Vierkant. Maar als u goed kijkt, zult u ook de dobbelsteen 4 herkennen. Dat is het idee. Dobbelsteen 4 en een dobbelsteen 2.
Daar maakt nummer 5 zich los. En die vliegt op een inzetkoers met de eerste formatie. Moet maar eens kijken wat er dan gebeurt. Je ziet het vliegtuig nummer 5 heeft zich gevoegd bij de grote formatie. En zodra komt de grote formatie weer voorbij. En met een beetje verbeelding ziet u hier de dobbelfijn 5. We hebben de 5 en de 1. Zal het mij benieuwen wat de volgende formatie wordt. Misschien dat u het kunt zien, maar er wordt een beetje ruimte gemaakt voor het vliegtuig wat er nu bij komt. En die joint, zo noemen wij dat bij het formatievlieg, in de formatie in het midden. Maar dat is wel best een lastige manoeuvre. Volgende passage is de dobbelsteen 6. Dus van 4 en 2 naar 5 en 1 naar 1 keer 6. Victor Romeo Formation in Die 6 Formation. U moet zich voorstellen dat Victor Romeo Formation bestaat uit leden van de Vlieg op Rotterdam. Iedere zondagochtend hebben wij een afspraak staan om te gaan formatie vliegen en we kijken wie er dan is en wie er mee kan doen. In het begin van het jaar maken we altijd de vliegafspraken, zeg maar, om ons voor te bereiden op het airshow seizoen. En eigenlijk is Volk in de Wolken is daar altijd het begin van. Formatie lijnt zich nu eventjes op voor de volgende passage. Ondertussen kan ik u vertellen wie de leden zijn die deze formatie vliegen vandaag. Voorop nummer 1 zit Rolf Griffioen. Dan op de linker binnenwing nummer 2 is Wiek Wijnands. Nummer 3 op de rechter binnenwing is Leonard Smits. Nummer 4 achter de nummer 1 is René Dijkshoorn. Op de linker buitenwing Marilise Eekhoff, nummer 5. En op de rechter buitenwing Kees van Beek. En dit noemen wij de Delta Formation. Met name lastig voor de buitenvliegers. Er staat een klein beetje wind bovenin. En de leader moet dus zijn bochten aanpassen aan de wind die er staat. En met name de vermogenswissels op de buitenposities luisteren heel na. Rolf positioneert zich voor de volgende passage. En hier ziet u hem indraaien met de hele formatie.
Dit is wat wij noemen de arrow formation. En met een beetje fantasie kunt u hier een grote pijl in zien. Misschien kunt u zien dat de buitenvliegers het hier heel druk hebben met het positioneren en in positie blijven voor deze formaties. Weer ingedraaid voor de volgende passage. En dit is een formatie die hebben wij genoemd de Eagle Formation. Als een arend met zijn relatief korte romp en zijn hele wijde, brede vleugels. Dit keer heeft er een wat grote wissel plaatsgevonden. En wat u nu te zien krijgt, noemen wij de Oscar Formation. Een O. Met name moeilijk te vliegen voor de achtste wingvliegers en helemaal voor degene die de formatie sluit. Ze zijn afgerold. Inmiddels zijn ze opgeschoven naar wat we noemen een dubbelvik. Dat zijn twee V's. U kunt dat nu mooi zien. En zullen ze voor u laten zien wat we eigenlijk iedere zondagochtend ook doen. En dat is achterdraaien in de formatie van 6. Ook hier weer hebben de achterste wingvliegers het zwaarst. En die zullen heel veel moeite en gas moeten geven om ervoor te zorgen dat ze bij de formatie blijven. Over van de linker naar de rechterbocht. Van de rechterbocht naar de linker. Ietsje aanduiken om wat snelheid op te nemen. En licht optrekken en een klimmende linkerbocht.
En nog één keer de wisselbocht voor het publiek langs. De vliegclub Rotterdam is de grootste vliegclub, zo noemen wij onszelf. En is gevestigd uiteraard op het vliegveld van Rotterdam. Hij heeft ongeveer 500 leden die allemaal heel graag vliegen. Net als wij. En wij laten het u heel graag zien. 10 juni zal er een open dag zijn op de vliegclub. Mensen die belangstelling hebben zijn van harte welkom. Ze kunnen op de site vliegenrotterdam.nl kijken wat er allemaal gaat gebeuren en wat er te bieden is. Als u dat wilt, kunt u een programma volgen waarin u zelf ook gaat vliegen. Allemaal op 10 juni. De Victoronomy Formation zal er dan ook zijn. De formatie vliegt nu uit, als het goed is, voor de laatste manoeuvre. Ze draaien naar het publiek. Ietsje aanduiken om wat snelheid op te pikken. En dan komen ze eraan. En een break in twee formaties van drie. En aan beide kanten nog een wisselbocht. En zullen ze elkaar, als het goed is, precies in het midden voor het publiek hier nog een keer ontmoeten. Dames en heren, de Victoronomy Formation. Formatie vliegen met 6 Robins voor u vandaag. En dit is de finale manoeuvre. We hopen dat u genoten heeft, dat u net zo genoten heeft als wij altijd doen in de voorbereidingen hier naartoe. Zeer bedankt voor uw aandacht en nog heel veel plezier op deze prachtige zonovergoten dag. Met een programma om je vingers bij af te likken.